De echte diehards zitten gewoon vooraan op een stoeltje. Maar vanavond is er ook plek voor 52 auto's. Waardoor de pleinbios verandert in een Amerikaans fenomeen. Een echte drive-in bioscoop. Is het geweldig dit? Ja, ik vind het leuk dat ze er nog wat van maken. Ik bedoel, anders was het helemaal leeg geweest, denk ik. En nu heb je gewoon leuk publiek. Ja, toch een leuk filmpje kijken. Het is toch een uniek festival dit. Ja, scheelt het dat u met de auto mag staan hier? Nou, we waren toch wel gekomen hoor. Echt waar? Ook al had het geregend? Elke dag. Ik was vorige keer en toen had ik het heel koud. Dus ik denk, dat gaat me dit keer niet gebeuren. Een drive-in bioscoop, ja. Ja. Omdat het weer zo slecht zou worden vandaag, hebben de medewerkers eigenlijk verzonnen van we hebben het vorige week ook al met een beperkt aantal auto's gedaan. Laten we het nou eens een dag eerder bekendmaken en we hebben dus een drive-in. Je kan met je auto komen. En dat doen de bezoekers, want het terrein staat al snel vol. Slechts één klein nadeel. Om het geluid van de Nederlandse horrorfilm The Pool te kunnen horen, moeten bezoekers wel de raampjes open houden. Ja, het kost in Nederland nogal erg veel tijd, 2 weken om een frequentie aan te vragen. Om via de radio te kunnen uitzenden. Het voordeel is dat wij een Nederlands film hebben die Engels ondertiteld is. Dus je moet je raampjes open houden. Ja, ik heb een dekentje, dus daar ga ik me gewoon onder verschuilen. Waarom niet gewoon hier? Lijkt me niks mis mee.